Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Ik had een tijdje geleden een video online gezet en dat was een kringloop, vlog en shoplog. Ik zag dat die heel erg goed bekeken was. Dus super bedankt ervoor en heel erg leuk om te zien dat jullie ook geïnteresseerd zijn in kringloopvideo's op ons kanaal. Nou, de video van vandaag heeft een klein beetje te maken met een kringloop. Zoals je misschien wel aan de titel en aan de thumbnail hebt kunnen zien, ga ik een mannenshirt omtoveren tot een superleuk jurkje die geschikt is voor de lente en zomer. Nou, het jurkje waar ik het net over had, die ik dus vorig jaar draag, dat is deze. En die heb ik gewoon gedragen met shirtjes, maar ook zonder shirtjes. Ik vond hem gewoon echt super leuk staan. Met een paar boots, met een paar sneakers, kan gewoon overal bij. Dus die gaan we vandaag proberen nog een keer te maken eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En wat ik daarvoor gebruik is het volgende. Ik was laatst naar de kringloop met Serena en daar heb ik dit overhemd gevonden. Zoals je misschien wel kan zien heeft het wel een beetje dezelfde stijl als het jurkje die ik dus al heb. Alleen dit zijn nog iets kleinere ruitjes en hij is verder gewoon weer zwart-wit. Is dus best wel hetzelfde, maar ik ben gewoon deze tegengekomen en die vond ik gewoon heel erg mooi. En het leuke aan deze DIY is dat je niet per se nu naar de winkel of naar de kringloop hoeft te rennen om zo'n overhemd te shoppen. Maar vraag ook eventjes bij je vader, je oom, je opa, je broer, wie dan ook. Of zij misschien een overhemd hebben die ze niet meer dragen en of jij die misschien mag hebben. Verder ga ik voor deze DIY gebruiken een naaimachine. Heb je dat niet, dan kan je natuurlijk ook gewoon met de hand naaien. Dus heb je naald en draad nodig. Of je zou misschien eventueel stoflijm of lijmpistool kunnen gebruiken. Nu weet ik niet zeker hoe goed het echt blijft zitten als je lijm gebruikt. Ik kies er zelf gewoon wel voor om de naaimachine te gebruiken. Omdat ik hier gewoon al op mijn tafel heb staan. Maar dat zijn even wat opties waar je naar kunt kijken. Wat trouwens wel handig om te weten is omdat we het gaan vermaken tot een jurkje. Dat het wel handig is om een zo groot mogelijke maat van je overhemd te hebben. Dus ik heb hier een XL. En ik heb hem eventjes voor me gehouden in de kringloop. En het zag ernaar uit dat deze best wel lang genoeg voor mij zou kunnen worden. Dus dat het echt een jurkje is. Volgens mij gaat het een hele makkelijk DIY worden. Ik ga hem gewoon tegelijk met jullie doen. Want ik heb mezelf ook nog niet uitgeprobeerd. Dus ik ben heel erg benieuwd of het allemaal gaat lukken. Maar ik heb er wel zeker vertrouwen in. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Ik ben nu net eventjes bezig, dus ik dacht doe gewoon eventjes een tussendoor update. Ik ben half een beetje buiten adem lijkt het. Ik was een beetje all over the place begonnen met de DIY. Zoals je kan zien is dus de kraag eraf, de mouwen zijn er aan beide kanten af. En we houden dus echt alleen dit deel over van het overhemdje. Zo, voor de handigheid heb ik heel even een topje en een legging aangedaan. Want ik kan niet helemaal naakt voor de camera verschijnen natuurlijk. Maar wat ik nu eerst even ga doen is deze stof dicht knopen. Dus gewoon eventjes met de juiste kanten naar elkaar toe. En omdat die gewoon best wel groot is, kan ik er gewoon nu instappen. Dus zo kan je al een beetje het resultaat zien. Ik bedenk me eventjes wat handigers. Ik pak even het jurkje die ik dus vorig jaar heb gedragen. Die ik dus eigenlijk als model gebruik voor deze DIY. En die ga ik opleggen zodat ik in ieder geval een eerste soort vorm van de jurk kan hebben en vastpinnen. En dan kan ik hem aandoen, want dit schiet gewoon niet op. Alright, dit is het jurkje waar ik het dus eerder over had. Het enige nadeel is dat deze een strik aan de achterkant heeft. Dus ik heb al niet echt een vorm van de bovenkant. Maar ik kan wel gewoon de maat van de onderkant al overnemen. En aan de hand daarvan verder gaan. Dus dat gaan we nu eerst even doen. Zo, ik heb hier eigenlijk het jurkje dus op onze andere stof gelegd. En ik heb met behulp van de pinnetjes de vorm van de jurk zo gevolgd. Dus ik ga deze gewoon nu aandoen. Heel veel kijken of het vanaf hier wat beter gaat. En dan kunnen we met behulp van de pinnetjes de rest van de vorm van de jurk nog beter op mijn lichaam aanpassen. Oh my god.
wat struggles, jongens. Ik had echt niet verwacht dat ik het zoveel lastiger zou vinden. Maar ik denk dat ik gewoon een fout heb gemaakt door die kraag er alvast af te halen. Ik had gewoon alleen de mouw eraf moeten halen, de kraag moeten laten zitten. Want dan zou gewoon de voorkant en de achterkant aan elkaar blijven zitten. En dan kan je gewoon veel makkelijker deze stof om je lichaam houden en er een figuur in krijgen. Dus ja, ik zie er niet uit. Ik heb overal pinnetjes zitten die semi vastzitten, semi loshangen. Ik begin een beetje gefrustreerd te raken. Dus dan ga ik gewoon nu achter de naaimachine zitten, die vorm pakken. En dan kan ik gewoon een beetje kijken of het een beetje goed is waar ik nog wat verbeteringen kan doen. En op die manier maar een beetje wingen. True life, true life. Zo, ik heb nu één kant genaaid. Je kan het niet zo heel erg goed zien. Ja, hier zie je het lijntje lopen en die gaat helemaal zo naar boven. En nu is het de bedoeling dat we natuurlijk de andere kant ook gaan doen. Dus ik heb hem gewoon eventjes helemaal precies dubbel gevouwd. En dan ga ik proberen om deze lijn met pinnetjes hetzelfde te doen. En dan gaan we dit ook weer naaien. En dan is het tijd om het te gaan passen. Ik heb toch even besloten om het met pen te doen. Dus je ziet hier een beetje de lijn staan. Gewoon heel grofjes een beetje eroverheen gezet. Ik weet niet of je het kan zien. En nu ga ik deze met de naaimachine volgen. En dan hoop ik dat ik een beetje een goede kopie van deze kant heb gemaakt. Fingers crossed. Oké, ik heb de jurk aangedaan. Gewoon weer binnenste buiten. Zoals je kan zien. Want hier heb ik deze flappen nog zitten. Die heb ik gewoon expres laten zitten. Voor als ik dus nog wat ruimte moest gaan maken. Je ziet hier een klein beetje dat die gaat openstaan. Dat vind ik zelf niet mooi. Ik denk dat ik hier nog even wat opnieuw moet doen. Dus dit ga ik gewoon straks weer openhalen. En dan schuif ik hem iets verder naar buiten. Zodat dit gewoon wat meer ruimte heeft. Maar verder, ja, wel goed. Ik vind niet dat hij straks zit bij de buik. Want dat vond ik wel heel erg belangrijk. Dat het daar niet gaat straks staan. En dus dit is verder wel goed, denk ik. I'm back. Oké, ik ga hem nu voor de tweede keer aandoen. Fingers crossed dat hij nu wel past. Yay! Much better. Kijk, hij staat niet meer open hier. Nou, super fijn om te zien dat hij dus nu past. Er zit een klein beetje ruimte nog zelfs bij. Maar ik ga er ook t-shirtjes onder dragen. Want ik vind dat een hele leuke look met dit soort jurkjes. Dus ik denk dat ik hem gewoon zo laat. En dan gaan we nu verder met de rest van het jurkje. Want we moeten dit natuurlijk nog eventjes omzoomen. Er moeten nog bandjes op. En dit extra materiaal wat hier aan de zijkant zit. Dat kan er afgeknipt worden. Dus we gaan weer terug naar de woonkamer, naar de schaar, naar de naaimachine en dergelijke. Voor het afknippen van de stof kan je een gewone stofschaar gebruiken of misschien eventueel een normale schaar als je deze niet hebt. Maar ik heb onlangs deze gekocht. Dit is zo'n kartelschaar. Je ken je misschien nog wel van vroeger. Daar kan je leuke papiertjes mee knippen. Maar je hebt ook speciale kartelscharen voor stof, want dit zorgt ervoor dat je stof niet gaat rafelen. Dus ik ga nu gewoon dit stuk even afknippen met deze schaar. Dan is in ieder geval deze bulk aan stof weg. En dat doe ik natuurlijk ook aan de andere kant. Zo, zoals ik net vertelde heb ik dus de zijkantjes met de kartelschaar afgeknipt. En nu heb ik de bovenkant twee keer omgeslagen. Zodat je straks een mooie afwerking krijgt. Dat heb ik even vastgezet met pinnetjes. En ik ga nu met de naaimachine dit vastzetten. En natuurlijk wel de beide kanten los van elkaar. Want anders naai je jurkje weer dicht. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Ik heb nu de hele bovenkant vastgenaaid en ja, ik ben helaas niet echt een pro in super recht naaien. Dus ik zie wel wat plekjes die niet heel erg netjes zijn, dat de lijn een beetje gaat. Maar goed, ik denk niet dat het heel erg duidelijk te zien is. En anders weten alleen jullie en ik het. Ja, dan is het nu tijd om de bandjes te gaan maken. En die gaan we maken van de mouwen die we eerder af hebben geknipt. Ik heb net getest dat dit lang genoeg is als bandje, dus dat is super chill. Dus ik denk eigenlijk zelfs dat we maar één van deze mouwen nodig hebben.
stof heb ik nog een keer door de midden gedaan. Want ik wilde wel graag een beetje een dun bandje. Want ik denk al, ik ben bang dat als ik de bandjes net te dik maak, dat het een beetje een kinderlijker jurkje wordt dan ik eigenlijk wil dragen op mijn leeftijd. Dus ze zijn nu nog redelijk dik, maar ik ga ze aan beide kanten nog omvouwen. En dan nog een keer dubbel, zodat het mooi afgewerkt wordt. Dus daar ga ik eventjes een beetje mee priegelen. En dan laat ik jullie zo het resultaat zien. Zo, ik heb twee bandjes af. Ze zijn lekker dun geworden gelukkig. En dan is het nu tijd om ze op de plekken te pinnen waar ze moeten op de jurk. Nou, ik wil ze persoonlijk op bijna precies dezelfde plek als waar mijn BH-bandjes lopen. Zodat als ik er gewoon een BH onder heb en niet een t-shirt, dat je niet allemaal bandjes ziet lopen. Want dat vind ik zelf niet heel erg mooi. Dus ja, wat ik nu ga doen is ik ga denk gewoon even de jurk voor me houden. En dan voelen waar mijn BH-bandjes zitten. En dan pin ik daar de nieuwe bandjes op vast. En dan ga ik hier zo even een lijntje stikken. En dan zitten ze vast. Woehoe, het is eindelijk zover. Ik heb de bandjes erop zitten. Voor en achterkant. Dus ik ga hem nu eventjes aandoen. Gewoon eventjes zonder de leggings. Zodat je gelijk kan zien hoe die een beetje staat. En ik hoop echt dat hij goed is gelukt. 3, 2, 1. Tada! Dit is het resultaat. Ik vind hem echt super leuk geworden. Hij is ietsje langer als het andere jurkje die ik al heb. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Love it! Ik ga er eventjes wat schoenen bij pakken. Een shirtje voor de onder. En dan ga ik hem eventjes helemaal stylen. Zoals ik hem zou dragen. Zo, ik heb er even een t-shirtje onder gegooid. Want dat is de look die ik heel erg leuk vind met dit soort jurkjes. Kettingje en even mijn Dr. Martens boots. Maar ze zijn ook heel erg leuk met gewoon sneakers, Converse, Vans. Yay! Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik van een normaal mannenshirt dit superleuke jurkje heb gemaakt. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast over deze DIY. En ben stiekem al een beetje aan het nadenken van waar kan ik nog meer leuke overhemden vandaan halen. Die ik tot leuke jurkjes kan maken. Want dit model jurkje is echt superleuk. In allemaal verschillende kleuren en prints. Dus ik denk dat ik er nog wel een paar extra kan gebruiken. Ik hoop ook dat je het leuk vond om een keer weer een DIY upcycle kringloopachtige video op ons kanaal te zien. Geef me vooral een duimpje omhoog en laat me even weten in de comments wat je ervan vindt. Laat me ook vooral weten of je ook aan de slag gaat met deze DIY. En mocht je al een jurkje hebben gemaakt, tag me vooral in je foto of stuur me een foto in de DM op Instagram. Ik vind het altijd heel erg leuk om jullie creaties ook te zien. Dus ik wil bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je snel weer in de volgende. Doei!